hallo, ik ben Bart. Ik ben kinesist bij Patro IJsden. En wij zijn bezig met het klaarmaken van de spelers voor het nieuwe seizoen. Dat doen we jaarlijks, maar dit jaar zit toch een ander verhaal. En de ambities zijn zeer hoog. Er zijn hoge verwachtingen van de supporters, van alle andere clubs. Dus goed, we zorgen dat de spelers klaar geraken voor het nieuwe seizoen. Ik ben al eigenlijk sinds de quarantaine bijna 7-7 met Bart aan het gaan. Ja. Ik gevoel van alles dat de spelersgroep ook aan het uitbreiden is, de club. En er is meer concurrentie en dat maakt een club alleen maar beter. Terwijl het eigenlijk niet hoeft, kunnen we toch altijd terecht doen bij Bart, bij Laschen, bij de coach. We zijn er stilkens aan klaar voor. Ja. Je moet het slidebord doen. Heb je dat voel als je met het ding? Alles moet je afwachten. Ik heb een andere dan vlieg. Even buikspieren of zo. Ja, doen we gewoon een buikspier. Dit is de roeier. Dat is een prima oefening voor de cardio. En ook voor de arm en voor het bovenlichaam. Eigenlijk een volledige goede workout. Het tussenseizoen komen soms spelers zich hier klaarmaken voor het nieuwe seizoen. En dit jaar is het sowieso al iets anders. Omdat normaal is dat een periode van 4 tot 6 weken. En nu met die corona is het 10, 12 weken dat spelers eigenlijk thuis individueel trainen. En vaak blijft dat alleen bij lopen. En we zien toch dat dat vaak problemen geeft bij naar buikspieren, adductoren, patellapees, achillespees. Dus wat de bedoeling hiervan is dat we eigenlijk de spelers klaarmaken om de blessures eigenlijk te minimaliseren en zorgen dat ze terug klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Want de verwachtingen zijn hoog. Ik denk dat iedereen wel best in vorm is. Ik heb Yassin daar juist gezien. Yassin is heel mooi afgetraind. Maar hij komt hier ook al elke dag bij Bart. Dus, en de rest. En de rest, iedereen, ze zitten te zwaaien naar mij. Iedereen is zeer in vorm. We zullen klaar zijn voor het nieuwe seizoen.